Wij staan hier op de parade in Oeteldonk en achter mij staat de hotsknotsrit. Ik moet het altijd even goed uitspreken, op het punt van beginnen. De auto's die zijn allemaal versierd en wij mogen vandaag met één van die wagens meerijden. Maar we gaan nu vast even peilen hoe het ervoor staat. Zijn jullie er klaar voor? Wij zijn er helemaal klaar voor. Ja. We staan ook helemaal vooraan. Dus, ik zie het. Jullie gaan voorop. Wij gaan voorop, ja. Maar zou ik jou even een steekpenning mogen aanbieden? Een steekpenning, ja? Nou ja. Dan mag ik er eentje afhalen, hoor, als je wil. Wellicht is een advocaat in deze tijd ook wel een goed idee. Ja. Dat lukt mij niet zelf, hoor. Nee, okay, ja, mij ook niet. Dus, ze hebben mij een poot proberen uit te draaien, maar dat is niet helemaal gelukt. Dus, maar gaat het moeilijk worden dit jaar? Ik weet het niet. Dan zouden we de organisatie moeten vragen. En die weet het elk jaar weer heel listig en vol met bedrog weten ze het vol te stoppen. Dus we moeten afwachten. Maar jullie hebben er zin in? We hebben er heel veel zin in, ja. Net zoals elk jaar gaan we er ook dit jaar weer voor. En ja. Succes! Okay, dankjewel. En jullie ook. We gaan even verder kijken. Ja. Van de hotsknotsrit. Ja. Kunt u nog één keer voor de kijkers vertellen wat er nou eigenlijk gaat gebeuren? Nou, er gaan hier straks op de parade ruim 120 auto's van start die allemaal versierd zijn. En die gaan een soort van puzzelrit door Oeteldonk maken. Dat is het ongeveer. Maar dat moeten mensen niet onderschatten, want dat is best moeilijk. Dat is soms wel moeilijk. We hebben wel eens grapjes erin zitten waar je erg over moet nadenken. Ja, dat klopt hoor. Zijn jullie er nou lang mee bezig om dat in elkaar te zetten? Ja, daar beginnen we mee in september. En dan hebben we regelmatig komen we bij elkaar om die grappen te verzinnen. En een ander clubje gaat een route verzinnen. En zo komen we in totaal tot die rit. En jullie hebben wel een goed gevoel over deze editie? Ik heb dit jaar er een heel goed gevoel over. Ja, mede omdat het zo mooi weer is. Dat scheelt al een heleboel. Want we hebben het ook wel eens anders meegemaakt. Dat het alleen maar sneeuw en ijs was. En dat is voor iets minder. Ja, dat is natuurlijk, dan is dit toch beter. Ja, precies. Ja. Ja, ik zou zeggen, heel veel succes en heel veel plezier vandaag. Nou, dat vind ik heel fijn. Dankjewel. We doen het pas voor de 61ste keer, hè? 61ste. Dus zo kort bestaat dit club. Dit was, hè? Ja. Dat is wel iets, hè? Ja, zeker weten. Ja? Ja, succes. Dankjewel. Okay, tot ziens. Dankjewel. Je verrekt van de kou, blauwbekken verraf, dat je eigenlijk niet wou. Straten verwarmen als levend penseel. We leven van zweven, confetti wordt gegooid. En al is het min 11, alles ontdooid. Ja, u bent dus, als ik het goed begrijp, een beetje aan het kijken hoe de auto's eruit zien. Ja, we kijken hoe dat de auto's eruit zien en daar geven we punten voor. Hè? En afhankelijk van hoe mooi dat ze de auto opknappen, ja, hoe meer punten dat ze krijgen. En ze krijgen tussen de 1 en de 11 punten. Wat is uw eerste indruk dan? Nou, de eerste indruk is wel heel erg mooi. Hè? Zoals ze de auto's weer optuigen en dat ze doen. Ja, dat is gelukkig weer, hè? De 61ste keer dat we dit doen. Ja, het wordt steeds beter. Geweldig. Heren, dit is jullie wagen. Jazeker. Wat zien we? Wij zien een Oeteldonks pandjeshuis, waar je spulletjes kan brengen. Ook gejatte spullen, dus in dit geval past dat bij het thema crimineel goed. Hè? Dus die kun je inleveren. En binnen 11 minuten kan er daar eurotjes voor. 11 eurotjes eventueel. Mag alles brengen. En dan zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja, we hebben er echt heel veel tijd in gestoken dit jaar. Maar we krijgen heel veel leuke reacties. En dat doet goed. Ja, dat is gewoon leuk. De tijd die je dan besteedt, af en toe heb je er gewoon helemaal geen zin in. En toch doe je dat dan. En als mensen dan naar je toe komen en zeggen, hey, leuk dit jaar weer. En ja, goed, we doen al zo lang mee. Mensen gaan op een gegeven moment ook iets van je verwachten. Dus, maar ja, goed, ook dit jaar. En de verwachtingen weer hoog gespannen? Ja, maar ja, goed, we voldoen er weer aan. Ja. Maar gaat het moeilijk worden?
Het is altijd heel moeilijk. Dus, maar wij willen ook de rit goed rijden. Dus niet alleen willen we leuk versieren, maar we willen ook de rit goed rijden. Dus we zijn gespannen. Ja. Nou, dan wens ik jullie veel succes. Nou, dankjewel. We hebben nu de start van de Hotsknotsrit. Die start officieel op de parade, maar de werkelijke start is hier. Dus wij schrijven hier de tijd op. En dan gaat het weer verder? Dan, ja, wij niet, maar dan gaan hun weer verder. En dan begint hier eigenlijk pas de Hotsknotsrit. Oké, okay. Maar ja, we zijn natuurlijk nog lang niet allemaal langs geweest. Maar... Nee, ze zijn pas aan het begin. Ze hebben net begonnen, ja. Ja, zijn om 11:11 zijn ze vertrokken vanaf de parade. Ja, dan moeten we 10 minuten hierheen rijden. En dan... ja, starten ze hier. Oké, okay, nou, ja, wij zijn benieuwd. Ja. Waar rij je een stukje mee? Dat is goed. Het eerste team binnen. Ja. Ging het goed? Ja, heel goed. Makkelijk, heel makkelijk. Ik denk dat het een crimineel gedrag is. Ja. En ja, was het tot nu toe, jullie al iets moeilijks tegen? Zijn jullie al iets moeilijks tegengekomen? Nee, wij vonden dat ja, makkelijk. Maar ja, dat blijkt aan het einde dadelijk dat het dadelijk helemaal verkeerd is. Dus, ja, het is natuurlijk nog niet afgelopen. Nee, het kan nog heel moeilijk worden nou. En hoe ging het spelletje? Wat zeg je? Het spelletje? Ja, van het oudste hè. Pijltjes schieten. De jeugd weet het niet meer. Nee, ik ook niet. Nee. Ik doe het af en toe nog wel eens. Oh, ja. Voor de gat. Ja. Nou ja, ik wens jullie nog heel veel succes. Hopelijk ja, jullie ook. Blijven jullie vooraan. Ja, dank je. Nou, het was wel heel erg lastig hoor. We hebben heel veel discussie gehad in de wagen. En dankjewel meneer Dul. Ja, ik ben bang dat we toch wel een hoop foutjes hebben gemaakt. Maar het was moeilijk. Maar is dat nou eigenlijk een beetje het grootste struikelblok? Dat je in de auto niet met elkaar eens bent en niet te laat kiest ofzo? Ja, maar daarom zijn we ook met z'n drieën. Dus dan kom je er altijd uit, hè. Het is altijd 2-1. Dus, en dat is het heel vaak, want we zijn hetzelfde eens. Ah, oké, dat scheelt. Ja. Maar verwachten jullie nog moeilijkheden? Ja, we verwachten nog heel veel moeilijkheden. Maar ja, dat is ook het leuke ervan natuurlijk. Het moet moeilijk zijn, want anders dan wint iedereen. Dat kan niet. Maar nu even drinken, eten. We gaan even wat drinken, wat eten en even bijkomen. Ja. En pijltjes schieten, hè? Oh, moeten we pijltjes schieten? Pijltjes blazen zelf. Nou, dan gaan we opschieten. Wij gaan aan de gang. Succes. Dankjewel. Ja. Wij gaan hier nu afhaken. De deelnemers die moeten nog wel eventjes door. Ze zijn ook nog lang niet allemaal binnen. Er moeten er denk ik nog wel meer dan 100 komen. Dus daarom, dat gaan wij allemaal niet meer meemaken. Ze gaan straks voor een afsluitende borrel naar de Smitsen. En vanavond wordt in Hotel Centraal de winnaar bekendgemaakt. Ja, de deelnemers die gaan dus nog even verder. Wij gaan terug de stad in.